Sky gaat vandaag dus een mini-playbackshow presenteren en Henny moet een prank opnemen samen met Sky's YouTube-buddy Rico. De mannen hebben voor de zachtaardige Henny een van hun irritantste pranks uitgekozen. Aanbellen en niet wegrennen. Het idee is simpel. Bel bij iemand aan, blijf staan en maak het zo ongemakkelijk mogelijk. U had aangebeld. Aangebeld, maar. Bij mij? Nee. Oh. Hoe langer de mensen de deur open houden, hoe beter. Nou Henny, we staan op de locatie. Je gaat haar aanbellen, niet wegrennen, prank doen. Rico die staat er al toevallig. Kom er lekker bij, vriend. Oh, dat is Rico. Hey, hallo jongen. Hey, hallo. Vriend, hoe is het? Lekker. Nou, Rico heeft de kamer bij zich. Ik stap er vanaf nu tussenuit, want je gaat met hem uitzoeken. Goed, poetsen. Oké, poetsen. Ja. Nou Henny, hier zitten we dan. Daar zitten we dan, Rico. Hallo allemaal. Wij gaan vandaag een poets bakken, maar dat heet tegenwoordig anders. Hoe heet het tegenwoordig? Het heet de prank. Maar zo doen we het niet, hè? Oh. Nu natuurlijk wel op de Zeus manier. Gewoon, yo, what up, wees de Zeus. Ik ben Rico. Ik ben Henny. Henny, ja. Oh zo. Nou, gaat ie. Maar één keer. Yo, what up, wees de Zeus. Ik ben Rico. En ik ben Henny. En vandaag doen we de aanbouw om niet wegrennen prank. Belletje lellen. Vroeger heette dat poets en nu heet dat... prank. Heb je daar een beetje zin in? Ja, tuurlijk, maar ik ben voor een beetje zenuwachtig. Ja, niemand doet open volgens mij. Kom dan. Hallo. Hallo. Hoe is het? Goed. Goed. Hey, luister, ik ben bezig met een programma om te vragen aan mensen. Zo doe je dat dus. Hoe vind je zelf dat ging? Nou ja, kijk, dit is een tijdje open, of niet? Dit is totaal niet hoe het hoort te gaan. Dus op het moment dat zij zeggen, wat doe jij hier? Dan zeg je, wat doe jij hier? Ja. Waarom sta je aan mijn deur? Hoezo, dit is mijn deur. Als je dat niet doet, Henny, dat is ook prima. Maar dan verlies je sowieso. Dus heel veel succes. Dus de laatste keer onderbreek, ja? Oké. Brutale dus. Ja, die mensen gaan gewoon aardig... Ik doe ook aardig terug. Dag, mevrouw. Gooi ook een mevrouw de deur dicht, had geen tijd. Nou, dat is lekker. Wat heb je nou gedaan dan? Nu is de politie erom. Kijk wat je hebt gedaan. Bro. Ja, waren er al klachten nu al binnen? Ja, serieus? Ja. Wat hebben we voor elkaar? De politie is gebeld. Hé, hey. En jij maar we gaan verliezen en hier. Hallo, ja. Waar is er voor gebeld dan, precies? Nou, mijn oma is natuurlijk wat ouder. Ja. Die schrok zich wezenloos. Die schrok? Ja. Nou, dat was hem, hè? Ja. Nu moeten we nog een afsluitje hebben. Gasten, tot de volgende keer. Arm stijf. It's a wrap. It's a wrap. It's a wrap. Goed. Yeah. Nou, hey. Ik heb staan kijken. Ja. Lekker, hè? Ja, ja. Ja, ik denk dat er veel in zat, hoor. Kan je schrijven, of niet? Wat zeg je? Kan je schrijven? Ja, ik denk het wel. Nou, schrijf dan maar op je buik. Ik vind het helemaal lekker, dit.